dan zijn we nu weer toe aan ons wekelijkse telefoonspelletje Waar sta ik? Aan de telefoon onze eerste kandidaat van vandaag, Willem Smit. Willem, ben je daar? Ja, Jasperien. Mooi, Willem. Eventjes een vraagje voor de luisteraars. Waar woon jij? In Almere. Almere, dat is ontzettend leuk. Zeg, we hebben nog nooit een kandidaat uit Almere gehad. Willem, jij bent dus een echte Almerenaar, geboren en getogen. Nou, geboren niet, wel getogen. 2 jaar geleden zeg, Willem, zijn je kent de regels van het spel? Ja hoor, ik zit er klaar voor. Mooi, dan gaan we beginnen. Willem, ik sta aan een water. En in dat water zie ik 1, 2, 5 vuilniszakken, 3 matrassen, een fiets, een bromfiets en een gezonken woonboot. Links van mij is een kraakpand en rechts van mij is een schoenenwinkel, maar die is er niet meer. En achter mij is een groot gat in de grond. Is er ook verkeer? Je bedoelt rijdend verkeer? Ja. Nee, er zijn hier wel auto's, maar die staan al 3 uur stil. Aan de overkant van het water, Willem, zie ik een kapotte telefooncel en een tramhuisje zonder ruiten. Dus er rijdt een tram? Er rijdt een tram, maar vandaag niet. De tram is vandaag omgeleid vanwege een grote demonstratie die ik toevallig rechts voorbij zie trekken. Is er nog meer te zien? Er is nog meer te zien, Willem. Aan mijn voeten staat een klein roodbruin paaltje. Een Amsterdammertje. Heel goed, Willem. Je bent warm. Willem, daar komt-ie. Waar sta ik? In Amsterdam. Dat is uitstekend geantwoord. Fantastisch. Willem, was je zenuwachtig? Nou, wel een beetje, maar ik dacht de hele tijd dat het lijkt Amsterdam wel. Ben je wel eens in Amsterdam geweest? Ja, ik heb er 35 jaar gewoond. 35 jaar gewoond? Dan zul jij wel blij zijn met onze prijs. Een dagje uit in Amsterdam. Mag het ook een dagje uit in Almere zijn? Een dagje uit in Almere? Wat is daar nou voor leuks aan? Nou, hier heb je nog Amsterdammers en geen Amsterdammertjes. Dit is het symbool van Amsterdam. Een jaar geleden heeft ik weet niet wie besloten om overal die stomme dingen hier te poten. Ja, om de 1,5 meter staat zo'n paal. Je vindt ze in het plan van Gol en op de Dam. Achter de nieuwe rij en voor de grote keizer. Ruim 20.000 stukken bruin gespoten ijzer. En zo onwrikbaar als Jan Schaefer allemaal. Wie weet niet wie wat besloten heeft? Die paaltjes! Nee, dan moet jij even je bek houden. Wie heeft al die paaltjes? Nee, ik heb naar jou geluisterd, dan moet je ook even naar mij luisteren. Nou, dit is toch een hoorzitting? Natuurlijk is dit een hoorzitting en ik heb je nou gehoord en nou ben ik... Nou, zeg, ik vind het anders helemaal niet democratisch. Ach, kind, je weet niet wat democratisch is. Wij hebben over deze paaltjes een inspraakprocedure gevolgd van 3 jaar. En die heeft geleid tot een principeuitspraak van het college waarin het wensenpakket van alle belangengroepen geïnventariseerd is. En hierover hebben we ruggespraak gehouden met de fractie en het gewest om te komen tot een voorbereidingsbesluit. Ah, dat zijn toch 2 handen op 1 buik? Grappen over iemands uiterlijk zijn niet geestig. En hoe staat het met de stadsvernieuwing in Amsterdam? Je zal toch blind zijn? Waren de pakweg 2, 3 jaar geleden al zoveel paaltjes in Amsterdam? Nee, maar wat heeft nou, dat... Nou, is dat stadsvernieuwing of is dat geen stadsvernieuwing? En hoe is het met de woningbouw? Je zal toch achterlijk zijn? Amsterdam is gebouwd op... Palen? Nou, op dit moment staan er in Amsterdam 20.000 van deze palen. Per woning... Per woning in de sociale sector heb je nodig pakweg 4 palen. Op dit moment zijn we dus bezig met de bouw van 5.000 nieuwe woningen. Als je mij voor paal wilt zetten, moet je vroeger opstaan. Dit is het symbool van Amsterdam. Het nieuwe teken langs de grachten en de wallen. Het zou geschikt zijn om je fiets tegen te stallen. Maar nee, die zet ik liever veilig in de gang. Want kijk goed uit, is het parool in Amsterdam. Let op je huis, let op je handtas, op je fietsie. Verwacht vooral geen assistentie van de politie. Want die zijn net zo bang als ik, soms ben ik bang. Wilt u afstand bewaren? U komt toch naar mij toe? Ja, dat betekent dat u zich een paar passen moet verwijderen. Als u te dichtbij komt, dan ontstaat er een schietwaardige situatie en dan zijn de gevolgen voor u. Er staan hier al 4 paaltjes! Dan staan er nu dus 5 paaltjes. Ja, waar is het in Jezus naam voor nodig, al die achterlijke paaltjes? Hallo, we zijn weer zover. We gaan weer kanker op de politie. 4 paaltjes worden hier gezet en je hoort geen woord. De politie zet een paaltje en je hoort gelijk. En de politie mag toch geen paaltje zetten. Wij mogen nooit wat. Laat de politie maar eens wat doen in een misdaad. Ja, dan krijgen we nogal de kans toe. Als politieman in Amsterdam kun je kiezen tussen een berisping, een schorsing en een pak op je sodemieter.
De politie is vogelvrij. Wie neemt ons ooit eens in bescherming? Nou ja, dit is toch werkelijk de omgekeerde wereld, hè? Jullie zijn er om ons te beschermen, niet andersom. Dat is graag. Zijn wij soms geen mensen? Ja, ze hebben erover gepraat in de korpsleiding met de socioloog en met de psycholoog en met de burgemeester, u weet wel, Polak. En wat rolt eruit? Die paaltjes om de orde te handhaven. En als het fout gaat, dan kan de burgemeester zich achter zo'n paaltje verschuilen. De burgemeester? De burgemeester is toch het hoofd van de politie? Juist. De burgemeester is onze principaal. Maar als er straks bloed aan de paal komt, wie krijgt er dan een schuld bij van de politie? Want wij zijn altijd de pispaal. Dit is het symbool van Amsterdam. Het is de wanhoop van omhoog gestoken vingers. Ruim 20.000 van die stalen binnendringers. Ja, binnendringers. U snapt me wel. Ach, het was altijd al frivol in Amsterdam. Maar nu de stad in korte tijd totaal verstarde, blijkt dat alleen de harde porno het kan harden. Ja, met als uithangbord zo'n gratis proefmodel. Ja, dit is gratis reclame van de gemeente. De hele stad staat stijf van die dingen. Je kent onze slogan, alle paaltjes wijzen naar paaltjes pornoparadijzen. En jij bent paaltje. Gaan we katten? Ik ben paaltje, porno paaltje. Duik met je vriend of je vriendin paaltjes pornokoffer in. Zeg paaltje, mag ik jou een vraag stellen? Wat vind jij nou van Amsterdam? Er is toch niks meer aan? Amsterdam bloeit als nooit tevoren. Al mijn zaken lopen als een trein. Ja, maar het is toch niet gezellig meer? Het is maar wat je niet gezellig noemt. Ik heb 3 relaxpaleizen, 5 massageinstituten en 4 dag- en nachtsauna's. Voor elke man van iedere sekse heeft paaltje wat om te relaxen. Maar dat is toch een enorme verarming? Amsterdam was toch altijd een centrum van cultuur? Ja, maar wat is cultuur, meisje? Japanse Annie is nou Japanse leren. Kijk, dat noem ik nou cultuur. En tatoeage Toon, die schildert je van voren de nachtwacht en van achter een appel. En dat nog voor een betaalbaar prijsje. En Amsterdam was een theaterstad. Nou, kijk toch eens aan de overkant. Live show, live show, live show, live show, piepshow. Hiernaast, ladder show, porno on stage. Paaltje brengt, het kost niet veel, een prachtig stuk op het toneel. En een financieel centrum, dat was Amsterdam ook. Nou moet ik om je lachen, meisje. 3 keer in de week hou ik bingoavond met prijzen tot een rug of 10. Ik heb 4 illegale gokpaleizen en 12 automatenhallen. En er gaat per avond meer om dan in een jaar op Wall Street. Bij paaltje geniet je pas de volk om laat de ballen maar eens rollen. En de haven? De haven is dood, dat moet ik toegeven. Maar dat betreur ik niet, want die zeelui, dat was toch maar ordinair volk. We zijn nou meer gericht op de vreemdelingenbusiness. En dat is klassepubliek. Nee, het gaat goed met Amsterdam. En het gemeentebestuur? Sukken, jongens. Je merkt nooit wat van ze en ze hoorden het ook. Alleen die paaltjes en dat was net wat ik hebben moet. Zoekt u seks en u weet niet waar, ga naar paaltje, volg de paaltjes maar. Dit is het symbool van Amsterdam. Van de kleinschaligheid, de stilstand en de starheid. Want het programma van de Partij van Weinig Arbeid is eerder manisch-depressief dan manifest. De progressieven maken school in Amsterdam. Er is geen plaats meer voor een daad of een transactie. Want het gewest bepaalt de actie van de fractie. Dus loopt de fractie aan de lijn van het gewest. Is het symbool van Amsterdam. Familie, vrienden en bekenden van de hoofdstad. Het monument dat op het Amsterdamse graf staat. Na een hevig lijden is Amsterdam van ons heen gegaan. Er is een groepje dat het lijk maar moeilijk afstaat. U kwam van ver uit Almere, Lelystad, Purmerend en Tel Aviv. Wat oude vrienden en een hele verre nicht. Er was geen stad die ook maar even aan je tippen kon. Ze overpeinzen melancholisch Amsterdam. Is Amsterdam niet meer? Nee, is niet meer. Amsterdam. Is Amsterdam niet meer? Ze sluiten hun missaaltje. Dit Pompeii van het noorden is bedolven onder woorden. Een dode stad. Ze gaan weemoedig even zitten op een paaltje. Met als schrale troost.
Het is voor Amsterdam het beste zo. En somber klinkt het, kom, gooi nou die kuil maar.